We zitten op een toepasselijke plek, de bioscoop. Je hoort het geluid soms een beetje. Zeker. We hebben heel veel kindervragen gehad. Ik stel voor om gelijk te beginnen met de eerste. Hartstikke goed. Mijn vraag is hoe carrière is begonnen. Ik heb de theaterschool gedaan. Dat was een dramadocentenopleiding. Maar deed je dat echt ook al als kind acteren dan? Ja, ik wilde dat eigenlijk altijd al. Dus ik maakte altijd toneelstukjes met mijn broers, met mijn zusje. Dus ik was wel vrij snel al dat ik wist dat ik daar iets mee moest. Ja. Dankzij dit pak is hij echt veilig. Geweldig. Nu kunnen wij zelf bommen onschadelijk maken. Je speelt natuurlijk luizenmoeder, maar hoe was jij zelf op school? Beetje verlegen. Ik werd heel snel rood. Dus mijn kinderen, ze noemden mij op een gegeven moment ook altijd bloos, omdat ik altijd bij het minst of geringste rood werd. En ik stotterde ook een beetje vroeger. Dus als je dat dan, dat had daar ook wel mee te maken. Dus ik was dan bang om dan iets te zeggen. Maar daar ben ik later wel overheen gegroeid, gelukkig. En wat kijk nu is. Nou, je bent nog steeds wel verlegen hoor. Vind ik leuk! Op welke scène heb je nou het meest gelachen tijdens het filmen? Ja, ik vind de dingen die ik voor het klokhuis doe, vind ik altijd een van de allerleukste dingen. Help! Help! Ja, het zijn zulke grappige scènes. Oh, Hans! Als ik de tekst thuis krijg, moet ik eigenlijk al heel erg lachen om het idee. Ik heb gekozen voor een kippenonderkant. En ik voel me aantrekkelijk. Sexy. Hallo Ilse, wat fijn dat je er bent. Hoe was het om in de luizenmoeder te spelen en komt er nog een nieuw seizoen? Ik vond die rol van Anke vind ik echt een geweldige rol. Niemand zwaait meer! Komt er nog een nieuw seizoen? Ja, daar zijn we nog niet over uit. Ja, de mensen willen het. Mensen willen het, ik weet het. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, je moet natuurlijk de hele cast compleet krijgen om het allemaal weer te kunnen doen. Ja, aan mij zou het niet liggen als er geen nieuw seizoen komt, want ik wil het wel graag. Ik ben Anke en wie ben jij? Hoe bent u opeens zo beroemd geworden? Ja, eigenlijk wel door de luizenmoeder gekomen. Ik kan me ook wel voorstellen dat het ineens een hele grote verandering is. Ja, het is wel een verandering dat ik veel herkend word op straat en zo en overal, ja. Jullie zien toch wel dat dit een zwaailicht is en geen stoplicht? Hey, ik zie een soort staanlamp met een oranje cellofaantje ervoor. Ja, dan zeggen ze luizenmoeder, luizenmoeder, dat is luizenmoeder, dat is Anke, Anke. Ook voor de nieuwe ouders geldt, houd het afscheid kort, juist op zo'n eerste dag. Hoe kun je zo goed monotoon praten? Want dat deed je echt best wel goed in de film van Dylan Hagens. Heel veel voorleessessies samen met heel veel andere mensen ook erbij. Ja, dat heb je gewoon een beetje zo, geloof ik. Ja, ik geloof dat volgens mij doe ik hier ook weer iemand na die ik ooit eens heb leren kennen die zo praten. Zijn er dan wel eens mensen die dan doorhebben dat je iets van hen hebt gepakt? Nee, ik heb ook wel eens in theater een rol gespeeld. En dat ik dacht, ja, dit is gewoon helemaal op jou gebaseerd, dacht ik. En diegene kwam daarna kijken en zei ze zo leuk. Oh, en dat soort mensen die dat doen. Toen dacht ik, ja, maar het gaat eigenlijk over jou. TV of film? Oeh, film. Voor kinderen of voor volwassenen acteren? Oh, dat vind ik heel lastig. Voor kinderen. Een lief iemand of een slechterik spelen? Slechterik. Instagram of TikTok? Voor mij Instagram, omdat ik TikTok niet doe. Kruimeltje! Ja, ik speel nu de film Kruimeltje. Ik speel de gouvernante. Maar eigenlijk hult zij samen met de slechterikken. En dat, ja. Spannend. Ja, dus dat is wel spannend. Hoewel dit wel een scoop is trouwens. Dus ik weet niet of ik dat al mag zeggen. En natuurlijk Nederland. Heb je dat? Ja, mevrouw. Welk typetje van de tv-kantine vind je het leukst om na te spelen? Parodie op The Bold and the Beautiful. En dan was ik helemaal gebotoxed. Dat gezicht met zulke dikke lippen en ik kon helemaal niet meer. Dus ik was alleen maar zo aan het spelen en alleen maar like this, aan het fluisteren. Doe je het dan niet per ongeluk 's avonds nog steeds? nee, dat niet, nee. Oh, wat erg of niet dan? Oh, ik word hier echt stromnerveus van, echt waar. Ja, Ilse Lange, ja, die vond ik ook heel leuk om te doen. Ik ben naast Anouk zitten nog spannender dan speelde Nashville weer wel. Hoe kom je er dan op iemand zo goed na te doen? Nou, Ilse Lange lijk ik ook een heel klein beetje op, dus dat scheelt ook wel een beetje. En ik kom zelf ook uit Twente. En ik heb zelf ook een beetje een heese stem. Maar ben je toch een onmeurig, stramante, helge tante? En wat? Oh nee, dat versta je toch niet? Dat is Twents van bitch weer wel. Oh, wat zeg ik nou dan toch? Wat is je grootste blunder ooit? Ik heb een keer in een toneelvoorstelling gespeeld. Je moet er ook meteen om lachen. Ja. Op het moment dat ik boven aan die trap stond en ik moest mijn zin zeggen, liet ik een heel klein scheetje. Oh jee. Want dat ontglipte mij. Kan gebeuren. En het was een hele dramatische scène. Dus zij kijkt zo omhoog en zij begint zo. Dat ging natuurlijk totaal niet. Maar het was ook zo'n heel klein scheetje die het publiek niet hoorde. En het was ontzettend grappig.
In welk bekend programma zou je nog willen spelen? Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om nog een keer een hele dramatische film te spelen. Een hele dramatische rol. Niet naar Hollywood of zo? Nee, daar heb ik niet zoveel... Nee. Nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. Een hele fijne dag. Wat fijn dat ik jullie zag.